Johannes de Bakker. Co van den Boogaard. Marinus van den Boogaard. Henricus Brautigam. Janus van den Heuvel. Henk Hofman. Jan Nelissen. Johan Oberg. Hendrikus van der Zande. Henk Touw. Frans de Visser. Johannes de Vries. Paul Windhausen. Verder gedenken wij ook Maria Nees Kooi. Emiel Nees. Rietje Nees. En Corke Nees. En hoe ik hier ben terecht ben gekomen, dat is een heel kinderachtig verhaal. Ik vond als kind van 10, 9 à 10 jaar vond ik autorijden heel leuk. En vanuit Amsterdam was het een prachtige rit in de Mercedes die wij toen hadden. Dus ik ging met mijn vader mee, want dat is een prachtige autorit. En dan kon ik een motorgeluid horen en dat vond ik geweldig. En sinds 1974 ben ik ieder jaar gekomen, omdat het verhaal van wat zich hier heeft afgespeeld, als kind toen ook heel erg tof. En mijn vader er ook altijd veel over vertelde. Dus op die manier ben ik, net als mijn grootvader in feite, van boven de rivier zak ik 2 of 3 keer per jaar naar onder de rivier. Dat is in de laatste weken van de Tweede Wereldoorlog, 1944, vlak voordat het zuiden bevrijd werd, zat hier in wat nu de ruïnes van een boswachtershuisje zijn. Familie Neefs woonde daar. Die hadden een aantal onderduikers. En er was hier ook een radiopost om berichten te seinen naar Londen, om de posities van de Duitsers door te geven. Daar zat een groep onderduikers en verzetstrijders. En die zijn op een gegeven moment verraden. Het is altijd onduidelijk gebleven, officieel onduidelijk gebleven wie dat gedaan heeft. En die zijn toen in de vroege ochtend van 4 oktober zijn ze overvallen. En is de vrouw van de boswachter met een aantal van haar kinderen tijdens die overval zijn gesneuveld. Ze hebben het huis in brand gestoken. De boswachtersvrouw met een aantal van de kinderen zijn in de kelder gevlucht. En daar is op een gegeven moment een granaat ingegooid en ze zijn levend verbrand. De mensen die ze hier gevonden hebben, waaronder mijn grootvader, die hebben ze toen naar Breda gebracht in het Huis van Bewaring. En de volgende dag, op 5 oktober, hebben ze die in Breda, in het Mastbos, hebben ze die gevivieerd. Daar heb ik erbij inderdaad. Ik
wens u een hele goede zondag. Ik wens u een goede reis naar huis, of dat dichtbij of ver is. En ik hoop u volgend jaar in vrijheid en vrede weer te mogen ontmoeten. Dank u wel voor uw komst. Er zijn veel mensen, waar ook weer vandaag veel mensen. Ja. Nou, volgend jaar weer. Ja. En die documentaire wil ik wel zien.